Middag kreeg RWDM dus het bezoek van Eendracht Aalst. Onze commentator Stefan van Loek was een van de weinige toeschouwers die mocht plaatsnemen op de oude hoofdtribune. Dit is de oude hoofdtribune zonder publiek, omdat de gemeente Molenbeek geen toelating gaf om ze te openen. Dat zal pas gebeuren als de nodige herstellingswerken zijn uitgevoerd. Vandaar dat de nieuwe tribune voor het eerst allicht echt helemaal gevuld is. Op het veld ongewijzigde elftallen in vergelijking met vorig weekend. RWDM dus met Dirk Rosé in doel. En Aalst van zijn kant al uit zijn twee matchen 4 punten haalde, kan bij een eventuele zege hier naast Plommel op de 3e plaats komen. We zijn een kwartier ver in deze partij in de oven van het Machtenstadion. Bijzonder warm is het hier. Vrij schop voor Marino Sabadini. Tot dusver nog geen grote doelkans te melden in deze wedstrijd. De vrij schop van Sabadini, die geen probleem oplevert voor doelman Nico Vazen. 17 minuten ver, vrij schop Aalst snel genomen. Valt voor de voeten van Van Riel. En die komt binnen. Het doelpunt valt plots uit het niets. Een kwartier was er nauwelijks wat te beleven, allicht ook door de hitte, maar weinig tempo. En dan plots die vrijschop van Yves van der Hagen. Je ziet het nog eens, de kopbal van Van Riel en Dirk Rosé geklopt. Aalst 0-1 voor. Kort na de goal van de ongedekte Stefan Van Riel, een vrijschop voor RWDM met Marino Sabadini achter de bal. Een mansmuurtje Porte. Er is de vrije schop, geen probleem voor Nico Vazen. Heersend in de lucht, de bal meteen naar voren gewerkt richting Sammy van den Bossen. Die heeft wat terreinwinst geboekt op Julio Cesar van den Bossen in de 16 meter. Steun van Porte die is meegekomen, direct aan Porte op de hakken van Van der Spitsen. Van den Bossen nog eens en hij komt in het zijnet. 13 minuten nog voor de rust. Ingooi Harald Meijsen naar Sammy van den Bossen. Ja, Lauwers duidelijk vastgehouden door Stefan de Metz. Vrijschop voor Aalst op de rand van de 16 meter. Snel genomen naar Yves van der Hagen. Lessen dan, hakje, Porte wacht. Lessen gaat zelf, gepakt door Dirk Rosé. Aalst blijft hier baas in de match en zorgt voor het meeste doelgevaar. Maar het tempo blijft aan de lage kant liggen, waardoor de wedstrijd niet zoveel voorstelt. Vrijschop RWDM, minder dan 10 minuten nog. Miletic laag in de handen van Nico Vazen. Het eerste schot op doel van RWD Molenbeek. En we zullen dit maar noteren als de eerste kans. Maar geen probleem voor doelman Nico Vazen van Aalst. De enige keeper in de hoogste klasse die dit seizoen nog geen goal binnenkreeg. 1 minuut ver in de tweede helft. Na een fout op Steve Barbé, een vrijschop voor RWDM. En misschien nu al de kans op de gelijkmaker vroeg in die tweede helft. Miletic achter de bal. Ja, goal. 1-1 langs de muur en binnen. Nico Vazen voor het eerst in deze competitie geklopt. Slobodan Miletic met de gelijkmaker. Hier nog eens krachtig langs de muur en langs Nico Vazen. 1-1, Slobodan Miletic. Eerste goal van de competitie. Van een bosse bal kwijt aan Hajduk. Barbé naar de bal en in de 16 meter. Het schot van Sabadini wijkt af op German Sanjol. Maar Molenbeek blijft in balbezit. Nieuwe schietkans voor Marino Sabadini. Over Wippertje stifte de bal. En over het doel van Nico Vazen. Maar Molenbeek heeft zich goed herpakt na die zwakke eerste helft. Is beter gaan spelen. Meer tempo in de tweede helft ook. En Molenbeek met de enige kansen na de rust. Marino Sabadini schiet over. Miletic, die heeft vleugels gekregen sinds zijn goal. Sabadini, Van der Smissen. Sneller op de bal dan Yves van der Hagen. Kainissonen. Overtreding van Banfi. Appel voor penalty. Maar daar gaat de scheidsrechter niet op in. Hier nog eens de fase. Geen penalty voor Molenbeek. Wel een corner. Genomen intussen bal bij Marino Sabadini. Hajduk, dat scheelde weinig. Molenbeek manifesteert zich meer en meer hier. Ellen Hajduk. Die van der Smissen. Die bal richting Steve Laremans met Banfi voor zich. Laremans haalt uit in de handen van Nico Vazen. Ja, Molenbeek gesteund door het publiek hier, komt erdoor.
heeft zijn tweede adem gevonden. Kom aan, kom aan! Halfweg de tweede helft zijn we. 1-1 de stand. Aalst blijft zoeken naar zijn eerste kans in die tweede helft. Van Riel. Lauwers. Rosseer uit. De bal rolt over de doellijn buiten. Ja, alle spelers naar de kant om even te drinken. En dat met nog 20 minuten te gaan. En ondertussen voert Aalst een vervanging door. Van den Bossen gaat eraf, in zijn plaats komt Rosariva dos Santos. Van der Hagen. Aalst gaat nog voor de drie punten in de slotfase van de match met Lambo en Rosé in twee keer. Goede redding van Dirk Rosé en Lambo. Dacht dat de fout op hem werd begaan. Hier nog eens de bal van Yves van der Hagen. Het schot. Rosé met de vuisten. En houdt dan Lambo af. Maar wordt niet bestraft. De partij blijft spannend omdat de twee ploegen blijven gaan voor de drie punten. Sabadini. Het schot. Het naast van Marino Sabadini. Van der Hagen voor Lauwers. Krijgt de bal mooi terug. Van der Hagen. Lambo staat vrij. Lessen in het centrum. Maar op de voet van Stefan de Metz. Lambo nogal onorthodox. En Miletic zwaar aangetrapt. En rood voor Zachary Lambo. Hier nog eens de fase. Voet vooruit. Rood voor de invaller van Eendracht Aalst. Zachary Lambo. Sonk. Goede beweging van Sonk. In de 16 meter het schot. Fase weert af. En Yves van der Hagen werkt buiten. Maar bijna waren de drie punten voor RWDM. Met de goede beweging van deze Wesley Sonk. Opening daarvoor Slobodan Miletic. Twee minuten in de toegevoegde tijd zijn we intussen. Miletic voor Molenbeek. Zet zich door. Steun van Lareman staat dicht. Miletic drukt af. De bal gaat voorlangs. De eerste helft was voor Aalst, de tweede voor RWDM. Eindstand Molenbeek 1, Eendracht Aalst 1.